De belangrijkste Duitse steden langs de immer traag stromende Donau zijn Regensburg en Passau. In Passau, waar nog twee andere stromen zich bij Europa's langste rivier voegen, zetten barokke koepels en pastelkleurige huizen de toon. Voor de binnenvaart is dit een belangrijke haven, maar in de vakantieperiode trekken vanaf hier luxe passagiersschepen stroomafwaarts richting Wenen, Boedapest en de Zwarte Zee. In het oude raadhuis van de 14e eeuw tonen kolossale barokke schilderijen de bewogen geschiedenis van deze eeuwenoude bisschopstad. Het stadsbeeld van Regensburg wordt voor het grootste gedeelte bepaald door gotische bouwwerken. Deze hoofdstad van Oost-Beieren behoort tot de oudste van Duitsland en vertoont in zijn stadspatroon nogal wat middeleeuwse kenmerken. Een prettige bijkomstigheid is dat deze plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog verschoond is gebleven van bombardementen. De stad kent vele verrassende pleinen, omringd door met elkaar in schoonheid wedijverende renaissancegebouwen. Het gotische Alter Rathaus herbergt schitterende interieurs, waaronder de vergaderzaal van de Keizerlijke Rijksdag, toen er nog sprake was van het Heilige Roomse Rijk. Ook in Regensburg zie je de Italiaanse invloed, maar dat heeft een andere oorzaak. De kapitaalkrachtige familie Toeren und Taxis liet huizen als paleizen bouwen naar Italiaans voorbeeld. De kathedraal, de Sint-Peterdom, stamt uit de 13e eeuw en heeft een aantal bijbehorende kapellen die voor schoonheid van het moedergebouw nauwelijks onderdoen. Passau is voor het grootste gedeelte van zijn geschiedenis in handen geweest van de bisschoppen.
Ze hielden zich bij onraad boven de Donau en de Ilz in het Verster Oberhaus schuil. Ze vergaarden een overweldigende rijkdom door het heffen van tol op de handel van de drie bevaarbare rivieren. De klerikale investeringen vonden onder andere plaats in de Sint-Stefansdom, die zijn huidige Italiaanse barokke stijl aangemeten kreeg tijdens de grootscheepse verbouwing van 1680. Opmerkelijk zijn de grafstenen die nu eens deze keer tegen de wand van de kerk geplaatst zijn. De dom biedt plaats aan een kerkorgel dat bijna 18.000 pijpen bevat en daarmee de grootste in de wereld is. Elke dag vinden er twee keer een concert plaats dat vele liefhebbers en toeristen trekt. De domklokken behoort tot de luidste van het gebied ten noorden van de Alpen. Regensburg was ooit een van de rijkste steden van Europa, onder meer door de handel in zout. Een oude zoutsilo staat nog steeds pal naast de Middelhofse brug, die stamt uit de 12e eeuw. De silo herbergt thans het oudste worstrestaurant van Duitsland. Frappant is dat de worstkeukens van oorsprong het eethuis waren voor de Middelhofse bruggenbouwers. Samen met bier, dat in deze omgeving uitgevonden schijnt te zijn, vormt het nog steeds het Germaanse nationale gerecht.